We bezoeken Eden Project vandaag. Kijk eens, hoe cool. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. We zijn wakker geworden in Newquay met ons prachtig zicht. Het weer is niet van dat. Ja, kijk. Het is wel goeie hè. Dus het zit er zelfs in de zee. Vanmorgen om 6 uur was Davinia wakker en ze zei van, stel je voor, er zitten er gewoon 20 mensen in de zee. De mensen van Engeland zijn sterke mensen. Nooit in mijn leven zou ik eraan denken om nu in de zee te gaan. Maar eigenlijk, ik ga nooit in de zee bij me. Maar goed. Maar nu zeker niet. Dat is wel bedacht dat dat ging gebeuren zo weer. Ja, we zijn in Engeland. Dus we hebben wel iets voor binnen. Dus we doen Eden Project. Dat zijn zo van die domes, ronde ballen precies, die in een landschap staan. En in die ballen is er zo een subtropisch klimaat gecreëerd. En hier, ons dingetje hier, Xante. Ons dingetje. Hoe noemt dat weer? Ah, een dochter. Oh, ze heeft erover gelezen, ze heeft examen gehad. Dus ze was aan het leren en dan plots van inbrug. Hey, we gaan dat zien. Dus ik zal nu de uitleg doen wat dat is. Nee. Oh nee. Het is een maand alleen. Ik ga straat door. Ja, maar. Dus wat? Wat? Nee, kom op, papa. Kom op, papa. Goed ja, ik ga hier weer een uitleg moeten doen. Hè. Dus ja, het is eigenlijk over biomen. Ja? Ja. Biomen. Twee biomen. Ja. En wat is een biom? Ja, nooit kennen. Het voorbeeld van moet alleen en ik vergeet dat zo snel mogelijk. Ja. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk planten en bloemen van andere stukken van de wereld die daar staan. En dat ze in die doom zo een subtropisch klimaat creëren. En ze doen daar onderzoek naar. Ja. Zoiets in het kort. Ja, goed. We gaan dat dus doen. Dien. Het is ochtend deze. Wat gaan we eerst doen? Eten. Ontbijt. Bon appétit! Bon appétit! De koude dan. Deze keer is niet direct. We zijn aangekomen aan Eden Project en de regen is weg, de zon is uitgekomen. Dus ben ik dat eigenlijk doen als het een dag regende. Maar goed, ja. Het is hier zo raar in Engeland. De regen komt en de zon gaat zoals dat. Ja, kom, dan gaat hij dan. Ja. Oké, ik heb eigenlijk geen idee wat we er moeten van verwachten. Ik ben wel benieuwd wat dat er gaat uitzien. Spider, big one. That's a big one. It's a nasty big one. De Zorfee gaat de stempels verzamelen. Ze heeft er al twee, dus die stempel. En hier, dat is de family trail. En de puma kan 7 meter springen vanaf stand. Gewoon van op de grond, gewoon baaf. 7 meter. Dus welk dier kan 220 keer zijn lichaamslengte springen? En daar, zij weten al het antwoord. Dat gaat klein zijn, hè? 220 keer. En wat is het antwoord? Een vlo. In kunnen springen. So we have a maze run. Spin the wheel. A useful tip will be revealed. So make sure your waste isn't wasted. So throw it in the right. Yes. Yes. Yeah.
Yep. Yay! Plus de wash of jeans, hein? Alors c'est très joli, hein? C'est de Framark. 12 ponts. Pont. Oui, pont. Alors, il est. Les chaussettes blancs. Chaussettes? Non, ce n'est pas chaussettes. Chaussettes? Chaussures. Chaussures. Chaussettes aussi? Oui. Ah, voilà. Oh, are you school? Ah, voilà. D'abord, tu veux dire? Ah, oui. Ça, c'est votre tête. Mais. Oui, ça, c'est votre tête que vous voulez. Oui, oui. Alors, et c'est les chaussettes de Adidas de 700 euros. Oui, oui, très, très cher. Très cher. C'est 700. Pas 700. 70, non? Yeah. Oui, 70 euros. C'est très, très, très dur. Du aussi cher. Cher et dur. Voilà, ça c'est mon outfit. Et under niet de pull? Oh, ça serait privé. Hein. Het zijn allemaal verdeeld in verschillende stukken van de wereld. Zoals in West-Afrika of in tropische eilanden, daar zat er ook Sri Lanka in. En je hebt wel dat gevoel van Sri Lanka. Het is hier warm, de vochtigheid is heel hoog. Ik voel het aan mijn baard. Mijn baard is heel zacht zo. Heel zacht, dat ik zo 14 dagen het gevoel heb van in Afrika. In Sri Lanka. Ja, het is wel hetzelfde, maar het is wel heel mooi gemaakt. Ja, als je natuurlijk niet aan planten en bloemen bent, dan moet je niet komen. Nee. Het zitten zelfs ja, enkele vogels en salamanders. Dus, maar ja, is het cool? Is het mooi? Het is echt zoals Sri Lanka. Ja, de Sri Lanka. Ook de warmte en de vochtigheid. Ja, dat vond ik heel leuk. Toen was het tijd om naar de tweede dome te gaan. Helaas is mijn papa alle beelden hiervan verloren. Gelukkig hebben Xante en ik nog wat beelden die we hier hebben ingevoegd, maar er is dus heel veel wat kwijt is en we niet kunnen tonen. We hebben hier wel een tijdje gewandeld, maar eens dat we buiten kwamen, begon het heel hard te regenen. Maar mama had hier een oplossing voor. Oeh, 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 oeh.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious day. And I'm happy again. Hallo. Hallo. What are you trying to do? Yeah. I don't have mocus or to put around me, so now I'll walk on this. They're beautiful.